De overgang naar een duurzame digitale economie in het Caribisch gebied geniet volgens Mike Antonius, voorzitter van de Kanto, prioriteit. Antonius sprak gisteren bij de opening van de 40ste algemene vergadering van Kanto Caribbean, gehouden op Trinidad en Tobago. De noodzaak van geïntegreerde e-betalingsoplossingen, cybersecurity en investeringen in telecominfrastructuur werden door de Kanto-voorzitter benadrukt. Antonius wees op de uitdagingen voor operators, zoals de druk van infrastructuurontwikkelingen en de dalende inkomsten, en deelde mee dat de C9-groep in gesprek gaat met grote techbedrijven om een eerlijke bijdrage te waarborgen. Ondanks een stijging van 30% in infrastructuurinvesteringen sinds de pandemie, worden operators geconfronteerd met uitdagingen in de toeleveringsketen, toenemende vraag naar capaciteit en stagnatie van inkomsten. Kanto blijft in constructieve discussie met belanghebbenden om te blijven investeren in netwerken en de digitale toekomst van de regio te waarborgen.